Detecting financial crime is een must voor de samenleving. Hiermee kunnen we klanten in beeld brengen die we eigenlijk niet in de boeken willen hebben. Ik ben vader van 2 kinderen en met dit werk kan ik de toekomst voor hun een beetje veiliger maken. Ik heb commerciële economie gestudeerd en heb altijd in de financiële sector gewerkt. En de opdracht die bij onze afdeling ligt, heeft me echt energie gegeven omdat ons onderzoek echt nut heeft. We kunnen door middel van de transacties een heel goed beeld van de klant krijgen en zou klanten met een verhoogd risico beter beoordelen. Als senior analyst geef ik leiding aan 15 medewerkers met als doel in 2022 al onze retailklanten in kaart hebben gebracht met een risicoanalyse. Het vergt een analytisch denkvermogen, maar je moet ook rekening houden met het menselijke aspect. Zo weet ik bijvoorbeeld door mijn achtergrond dat er vaak een hele logische verklaring is voor bepaald financieel gedrag binnen de islamitische samenleving, waar andere collega's vaak niet van op de hoogte kunnen zijn. Binnen het team heerst een open cultuur en iedereen denkt mee. Zo komen we vaak tot nieuwe inzichten. Je hebt inspraak en veel ruimte om te ontwikkelen. Dit werk geeft echt voldoening en het gevoel dat al het onderzoek nut heeft. Daarom is het zo speciaal.